Maar corona gooide roet in het eten. Na maanden langs de zijlijn stond Willeke dit weekend eindelijk toch weer op het podium. Jij bent getrouwd, dat zegt mijn kind. Jij bent al oud, dat zegt mijn kind. Ja. Willeke, hoe was het om weer op het podium te staan? Ja. Voor weliswaar minder mensen dan je vaak gewend bent. Ja, dat kan je nauwelijks verwoorden. Maar als je nu een beetje ziet wat er gebeurt. Dit was 's middags. En dat was best spannend om weer te gaan zingen. En met je publiek samen te zijn. Je mag ze niet aanraken. Hè? Dat hoort erbij. Dat doe jij natuurlijk. Ja. En ik heb dan een liedje, geef me je hand. Ja. En nou, dat kan niet. Maar als je dit doet, dan... Ja. Het was heel moeilijk in het begin. Maar de avond, ja, toen waren we er weer. We waren er met z'n allen weer. En we zagen ook wat het deed met het publiek. Want, ja, ik heb heel goed geluisterd. Het is zo belangrijk dat we er voor elkaar wat meer zijn. En zeker voor de psychiatrie, waar ik heel veel mee te maken heb, waar ik heel veel mee werk, samen met de verwenzorg. Om mensen de warmte en de liefde te geven. En inderdaad, al die papieren en al die regeltjes en alles. Maar als je gewoon als mens met een hart, ja, het klinkt allemaal... Maar dat is gewoon zo belangrijk. Ja, je weet ook dat het belangrijk is, want je kon natuurlijk niet optreden. Nee. Je trad al op in verzorgingstehuizen, maar dat kun je eigenlijk veel meer gaan doen. Omdat je zag dat het een vrij helende werking niet, maar mensen werden er enorm blij van. Wat kwam je daar tegen dan? Ja, maar dat doe ik al. Ik heb een stichting en dat doe ik al 25 jaar. En vroeger heb ik dat ook gedaan. En ik zie gewoon wat er gebeurt. En niet alleen voor de mensen die daar wonen in een huis, wat voor huis dan ook. Maar de verzorgenden en al die vrijwilligers. En het is zo belangrijk dat mensen ergens andere mensen blij kunnen maken. En dat is vooral muziek. Welke muziek dan ook. Voor kleine kindjes. Ik ben vanmiddag bij de verjaardag van mijn kleinzoon geweest. En dan zit ik daar met een baby van 8 maanden. En dan ga ik zingen. En dan, ja, dan worden ze blij. En dat doe ik al jaren. Want ik heb al kleinzoon van 30 bijna. En dus ik heb mijn hele leven lang... Doe je dat? Je weet wat muziek doet. Wat het met mij heeft gedaan. Wat mijn leven ontzettend verrijkt. En nog steeds. En er gebeuren natuurlijk vreselijke dingen. Maar ja, ik doe dingen waar ik blij van word. En dat was heel moeilijk toen het corona kwam. Waar we heel veel plannen hadden. En, maar dat geldt voor iedereen. Ja. Maar ik heb toch geprobeerd wat dingen... Ja, toch te doen na een aantal maanden toen... Ja, ik werd echt knettergek. Van het niet optreden. Van het niet het contact hebben met mensen. Mensen die, waar je het leuk mee hebt. Waar je mooie dingen mee samen kan doen. Dat was even over je kleinzoon. Er hingen natuurlijk altijd abris door de stad. Hè? Hou je oma van de IC. Zag je jezelf als die oma die beschermd moest worden? Of vind je dat eigenlijk... Nou, ik heb nog nooit iets gehad met de leeftijd. Ik ben heel blij dat ik gezond ben en nog steeds... Ik kan huppelen op het toneel. En als ik dan uit de auto stap, dan merk ik wel dat ik... Ja, dan is dat Verbrugge die uit de auto stapt, die 75 is. Maar ik heb er... Ik vind het bijna een soort discriminatie. Hoe er wordt gesproken over mensen of mensen met een beperking... of mensen uit de psychiatrie of de... Eenzame senioren, waar ik stapelgek van word als ze dat zeggen. Want er zijn niet alleen eenzame ouderen. Er zijn eenzame mensen. Er zijn mensen die alleen zijn. En juist... Je denkt, die ouderen, die oudjes... Ja, dat zijn gestigmatiseerd. Want het is onzin, want er zijn mensen van 90. Er zijn mensen van 100. Die nog autorijden. En die nog helemaal in het leven staan. Maar zo'n virus, die houdt daar natuurlijk geen rekening mee. Dan zit u opeens in de doelgroep. Nee, maar je hoort nu ook dat ook jongeren besmet worden. Maar je wordt meteen, als je dan een bepaalde leeftijd hebt... dat je dan... Dat slaat toch nergens op? Ja. Zeker niet in Nederland. Dat mensen met een beperking, mensen die... minder gezond zijn, mensen die misschien wat voller in gewicht zijn. Mensen die, die jong zijn. Of mensen die een beperking hebben. Die kan je toch niet zeggen dat die niet
ja, naar het ziekenhuis mogen, geholpen mogen worden. Ik wil even met u naar Arnhem. Want, een grote lach gelijk. Nou ja, ik weet, je gaf wat optredens bij... Ik mocht u twee heren, geloof ik, hè? Ja, je gaf wat optredens bij wat oudere mensen. Leidt het zelf even in, waar gaan we naar kijken? Ja, dit waren inderdaad senioren. Dat, ik zeg gewoon senioren, want dat ben ik ook zelf. Okay. Dat vind ik leuker dan oudere mensen, want wat is oud? Ja, dit was fantastisch, het was open lucht. En ik ben ook van plan om nu heel veel open lucht... te gaan zingen en dat maakt niet uit hoeveel mensen het zijn. Ja, laten we even kijken hoe het eruit zag. Wanneer? Nou, daar zijn we dan weer. Wat een gezellig. Fantastisch, want ik moet eerlijk bekennen, ik was vroeger al een hele fan van Willy Alberti. 2, 1. De naam van het nieuwe restaurant heet Samen Zijn. Mijn man is voor 2,5 jaar overleden. En dat spreek je toch dan wel aan. Dat is leuk om haar lijf te zien. Prachtig, hoor. Heel gezellig. Gezellig, hè? Ja, toch? Ja, ik vind het het leukste wat er bestaat om dit te doen. Ik begrijp maar het is ook het enige wat ik kan, eigenlijk. Nou, ik wilde want er is de Willeke Alberti Foundation. Ja. Heel veel contact met ouderen, of senioren, excuus, in isolement gehad. Ja, ik leer snel. Wat kon u eigenlijk doen voor die mensen? Ja, herinneringen ophalen die ik heb. Ik mag 65 jaar al echt in dat vak zitten. En mijn vader, ben altijd met mijn vader meegegaan. En ik zing repertoire wat iedereen kent. Als ik bijvoorbeeld De Motten zing van Tom Manders... dan zingt iedereen mee. Ook kleine kinderen, die kennen al die liedjes. En dat is wat ik doe, herinneringen ophalen. Ja. En daar wordt iedereen blij van. En, je had ook gesprekken met die mensen, toch? Pardon? Ook gesprekken met de mensen. Ja, zeker. Ja. Is er wat bijgebleven? Ja, dat heb ik een aantal dagen in de week gedaan... En die kreeg ik dan toegestuurd, die meedoen aan Vier het Leven. Mm. En dat zijn mensen die inderdaad alleen zijn... Of een partner hebben die ze verzorgen. En dan gaan ze met vrijwilligers naar het theater. Of ze gaan samen naar een restaurant eten. En dat kan niet meer op het ogenblik. En ja, toen zijn we gaan bellen met mensen... hoe zij door die corona heen kwamen. En dat is zo interessant... Want we zitten toch allemaal een beetje in het... Een beetje, we zitten hartstikke in hetzelfde schuit. Was dat bellen gewoon of FaceTime? Of hoe deed u dat? Soms FaceTime, maar ook gewoon bellen. Modern wel. Toch? Mijn oma kreeg ik er niet aan. Ik heb echt gestruggeld. Het was allemaal ingewikkeld. Ik ben blij om te bellen. Nee, met telefoon. Ja, maar dat ligt dan ook aan. En dat moest je installeren. Ja, maar dat ligt ook aan de kinderen en de kleinkinderen. Ja. Want die moeten dat gewoon leren aan opa en oma en ook aan hun ouders. Dan heb ik dat verkeerd gedaan. Nou ja, wat is verkeerd? Dat is nooit te laat. Wat zeiden die mensen tegen u? Hoe hebben ze die periode beleefd? Ja, dat waren hele leuke gesprekken, maar onvoorstelbaar jong van geest. Ja. En dat is natuurlijk ook belangrijk, dat je zelf als senior of met een beperking... dat je zelf ook wat doet. Hè? Je kan zelf zoveel dingen doen. Ja. En dat kan nou beginnen bij je eigen ouders, bij je eigen opa en oma... Ja, als die er nog zijn, ja, koester ze. Meneer Denies, we moeten de zorgknop aanzetten. Nou, ik begrijp het wel. De ouderen worden nu weggezet als een soort van de kwetsbaren. En dat is natuurlijk niet altijd zo. Er zitten heel actieve mensen in. En het is niet omdat je wat ouder bent. Ja, maar wat is oud? Ja, er zijn mensen die 50... Vanuit de corona. Maar dat is dan niet maar perfect, blijkbaar maar niet. Maar ja, die kwetsbaren in de algemene zin. Niet alleen kwetsbaar voor het virus, maar de kwetsbare groep. En dat is natuurlijk... onprettig, denk ik, als je zo actief wil blijven zijn... en allerlei dingen kan doen. Ja, dan wil je niet geassocieerd worden met de kwetsbaren. Dan word je gediscrimineerd. Ja, precies, en dat heb ik nog nooit aan gedacht. Nee. Maar nu wel. Ja. En deze dame staat ook nog in het Olympisch Stadion... eind augustus, begrijp ik. Ja, zingen, hè? Zingen dan. Ja, verder doe ik niks qua sport daar. Daar kunnen dan wel weer wat mensen in. Wat wij doen is topsport, hoor. Met alle artiesten en alles. Ik denk wel, als ik jou zo zie... hè? Dan, en ik zie jou zingen en je hoort hoe goed het is... dan denk je toch, waar blijft de cultuurminister? Maar goed, het is weer een ander gesprek. Maar daar wil ik best eens over praten. Want er kan veel meer
gebeuren dat heel veel mensen in Nederland heel blij worden van, nou ja, door samen die herinneringen, ja, te delen. Hm. Maar deel wat meer. Ga wat meer. Ja, er zijn zoveel dingen dat ik denk, ja, ik heb er ook geen verstand van. Maar wat wel belangrijk is, dat we samen dingen doen voor elkaar weer. Net zoals vroeger. Dat we altijd met de hele familie, en ik heb een hele grote familie, gingen we naar opa en oma. En dan stond er een grote pand soep. En dat probeer ik nog steeds te doen met de familie. Zoals vanmiddag. Dat we weer met een hele familie bij elkaar zijn. Met kinderen, kleinkinderen, opa's en oma's. Ja, dat is toch het allermooiste. Daar is het begin. Het begin van, ja, samen zijn. Ja, hoor. Ons kapje zo samen zijn. Ja. Klinkt goed. Dankjewel, Willeke. Dank je. Ja, dit was Op 1 voor vanavond. Morgen zitten hier Margje en Kiva. Tot dan.